Hallo allemaal en welkom bij de Autosalon van Geneve 2013 alweer. En we starten zoals gewoonlijk bij het avondfeestje van Volkswagen aan de vooravond van de beurs. En dit is bij Volkswagen natuurlijk nooit een treurige bende, maar vandaag is het extra feest, want de Golf is vandaag auto van het jaar geworden. Lamborghini bestaat het jaar 50 jaar, Giugiaro bestaat 45 jaar en de Porsche 911 bestaat ook 50 jaar. Maar los van al die verjaardagsfeestjes is het ook gewoon hard nieuws. Veel meer modellen dan we bijvoorbeeld in Parijs zagen. Toen viel het allemaal een beetje tegen. Nou, dat is vanavond niet het geval. Modellen die voor het eerst aan het publiek worden getoond, hard nieuws, dat gaan we jullie laten zien. Zoals gewoonlijk stort iedereen zich meteen op de auto zodra het lint weggaat. Dus we gaan even wachten tot iedereen rustig is en dan nemen we jullie mee rond het nieuws. Wat mij betreft een van de pareltjes van deze avond is een Seat Leon SC. De vorige Leon had je alleen maar als 5-deurs, nu ook als 3-deurs. En ook hier is een 3-deurs meer dan alleen maar een 3-deurs, want hij is echt duidelijk anders. De wielbasis is zelfs korter geworden. Deze C-stijl is 19 graden schuiner dan bij de 5-deurs. En toch heb je dezelfde bagageruimte, knap gedaan dus. Ik ga hem volgende maand trouwens rijden. We zijn hier vandaag heen komen rijden in een Dacia Logi. Dat is heel veel ruimte voor heel weinig geld. Maar Roy, ik geloof dat we dit beter hadden kunnen doen, hè? Ja, evenveel ruimte voor barst is veel geld. Dat was natuurlijk de volgende logische stap naar de nieuwe Continental GT. De hele reeks van de cabrio's en de Speed, etc. De nieuwe Flying Spur op hetzelfde platform. Interessant nieuwtje vond ik toch wel. Hij is er alleen met 12 cilinder. Die dikke V8 biturbo uit de Continental die vinden we niet in deze Flying Spur. Wat natuurlijk wel gezien in de toekomst is ook weer een speedversie, ook hiervan voor wie de huidige 322 km per uur nog niet genoeg vindt. Ja, natuurlijk niet de meest spectaculaire auto van de avond, maar zonder twijfel wel de belangrijkste, zeker voor Nederland. De Golf 7, auto van het jaar vanavond en nu ook als wagon. Het nieuwtje van de avond is dat de Blue Motion versie, daar weten we eindelijk de uitstoot van, die komt om 87 gram. En jawel, dat betekent natuurlijk 40% bijtelling, MRB-vrijstelling, BPM-vrijstelling, noem het maar weer op. Een groot verschil met de Golf 6 variant en ook wel een beetje de Golf 5 variant is dat die vooral zakelijk werden ingezet. Die waren ook net wat minder luxe dan de Golf hatchback. Die tijd is voorbij. Volkswagen wil echt gaan concurreren met bijvoorbeeld de Focus Wagon, de Renault Megane Estate en de station versie van de Opel Astra. Dus zodoende kan je alle luxe opties en alle veiligheid gadgets, noem maar op, die op de hatchback zitten, nu ook krijgen op de variant vanaf de zomer te bestellen. Hey, een wereldprimeurtje. Een Bugatti Veyron met een nieuw kleurtje. Dat is een Franse kunstenaar, Bernard Vernet, die heeft daar een soort printje op gezet. Ik denk meer aan een douchegordijn van Leen Bakker. Ik zou het niet kopen, dat douchegordijn dan. Ja, Lamborghini heeft wel iets speciaals neergezet hier. De Venedo, er staat een Venedo, dat weet ik. Ik ga een discussie straks over hoe ik nou uitspreek. Nou, geloof mij, Stefan Winkelman, de grote baas van Lamborghini, zei net Venedo. Dus het is een Venedo. Het is de krachtigste street legal Lamborghini ooit. Een one-off, er worden er helaas maar 3 van gebouwd. Wel, street legal een beetje ja, opvallende term is met zo'n ding met al die uitsteeksels. Maar goed, we hoeven niet bang te zijn dat de RDW hem ooit gaat afkeuren. Want ik denk niet dat de RDW hem ooit te zien krijgt, sowieso. V12 natuurlijk, dik over de 700 pk. Ja, je weet, het maakt kabaal en Winkelman, de CEO van Lamborghini, zegt aan jou, we vinden dit zo gaaf, dit soort auto's, omdat we ons aan minder regels hoeven te houden. We hoeven minder rekening te houden met design, we konden ons echt uitleven. Ja, er zit wat in, misschien is het wat makkelijk, maar zoals hier staat, het is alweer debiel, idioot, een echte Lamborghini. Ik zei het net al, Giugiaro bestaat 45 jaar en dat wordt gevierd met dit studiemodel. Alles wat oud wordt, wordt ooit weer hip. Plateauzolen waarschijnlijk ook. En deze auto met normale wielen zou 50 jaar geleden misschien heel hip zijn geweest. Hij doet mij een beetje denken aan de Lancia Stratos. Dat vind ik een prachtige auto, maar dit is echt bijna te retro. Kijk, er kan wel zo'n heel extreme Lambo weer staan vanavond, maar die kan me eigenlijk gestolen worden. Geef mij dit maar, de nieuwe 911 GT3 van de 991-serie. Zalig, atmosferisch blok, puur, lichter dan de gewone 911 en die vind ik alweer steengoed. 6-cilinder boxer, dit keer met 475 pk, er wordt pas dik boven de 8000 toeren geleverd. Het enige beetje van is, hij is nu alleen nog maar met automaat. Dus een GT3 met automaat is al nieuw en hij komt ook vooralsnog alleen maar met automaat. Een handbak, misschien later, maar er is nog niks bekend, dus even afwachten. Goed, ze claimen wel, ze hebben het heel sportief gemaakt, dus wellicht valt het mee. Maar even goed, je weet nu al, motor en besturing van zo'n GT3, ze houden het zo simpel. Dat vind ik goed aan Porsche. Niet met rare elektronica weer dingen beheersen. Gewoon een prachtige auto bouwen vanuit de balans zoals ze dat doen. Ja, qua rijden, dit is het.
En al dat geweld is mooi, maar het moet natuurlijk een beetje groen zijn. En dat is deze XL1 van Volkswagen. Dat is 1 liter auto, minder dan 1 liter per 100 kilometer gebruikt hij. En ja, onze Cornelis gaat er de komende week al mee rijden. En achteruitrijspiegels zijn zo 2012. Kijk nou eens hier. En de primeur van Audi van vanavond is deze Audi A3 e-tron. En in tegenstelling tot de eerdere e-trons, denk aan de R8 bijvoorbeeld, is het geen volledig elektrische auto. Nee, dit is een plug-in hybride. Hij heeft de 1.4 TSI die we allemaal kennen en een elektromotor. En hij kan puur op elektrische kracht 50 km rijden. En daarna gaat de benzinemotor meedraaien of als je vermogen nodig hebt. Nou ja, dat verhaal kennen we uit andere auto's. In elk geval is hij goed voor minder dan 40 gram CO2, 35 om precies te zijn. En dan kan je neemt natuurlijk fixen aan het voordeel. Alleen, hij is nog niet helemaal officieel. Het is niet zo dat je hem volgende week kunt bestellen. Audi noemt een voorproefje van wat later komen gaat. Ofzo, hij komt wel, maar wanneer precies, dat weten we nog niet. De Altaris is voor mij al geslaagd eigenlijk. Ja goed, het ligt lekker op de hand en zo. Flippers aan het sturen. Het lijkt eigenlijk heel erg op zoiets van Fanatic wat ik heb. Zo'n racestuurtje van Xbox. Precies dit. Dat is gewoon van deze auto afgekeken. Ja, of andersom. Ja, maar nou ja, dat is het dan voor vanavond in elk geval. Ja, een fantastische avond. Prachtig primeurs. Maar je weet het, dit is Genève, dus echt het een na de ander. Grote nieuwigheden, echt morgen, overmorgen. We gaan filmen de ene video naar de ander. En echt heel veel primeurs. Ik kijk vooral heel erg uit naar de Alfa 4C. Ja, voor mij is het die andere Italiaan. Want ook al wordt die steen duur en wordt er maar heel weinig verkocht en is hij al uitverkocht. Die nieuwe Ferrari, de snelste straat Ferrari ooit. F-150 of La Ferrari, hoe die ook gaat heten. Ja, je weet het, dat wordt voor mij toch echt de knaller.